die hun muzikale kwaliteiten met ons delen. Ook koren zenden covers in. Bijvoorbeeld de groep Song & Relation uit Emst. De 30 enthousiaste dames van 17 tot en met 46 jaar repeteren elke donderdag in dorpshuis De Hezenbrink. En ze waagden zich aan de nummer 1 uit de top 2000. De top 2000 is van iedereen en dat geldt helemaal voor de top 2000, de covers. Dus ook van de Kickband. Ze waren in de jaren 70 een voor de lol band. Later speelden de leden naar eigen zeggen bij Nederlandse bands. Ze doen mee aan de covercompetitie met een cover van Dave Barry. Gitaarbandjes te over bij de inzendingen, maar meer blijven natuurlijk van harte welkom. Uit al die 2000 nummers van de top 2000 moeten er toch liedjes bij zijn die jij wilt coveren.